De Zuidas. Berucht en beroemd. Maar waarom eigenlijk? Wat gaat er achter dit on-Nederlandse stukje Amsterdam schuil? Ik ben Oscar, systemisch coach. Als systemisch coach kijk ik naar het sociale DNA van een organisatie, of in dit geval van een werkgebied, de Zuidas. Welk relationeel weefsel is gezond? En waar storten mensen in? Waar loopt de informele werkcultuur spaak met de formele? En waar gaat de menselijke maat verloren in het behalen van het bedrijfsbelang? In dit systemisch onderzoeksproject ben ik op zoek naar de ziel van de Zuidas. In een estafette nodig ik mensen op persoonlijke titel uit voor een kort gesprek over de werkcultuur en de mens die op de Zuidas leeft. In deze aflevering verwelkom ik Anton Schiskin in mijn huiselijke coachkamer op de Zuidas. Anton, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat heb jij met de Zuidas? Ik werk hier. En hoe lang werk je? Bijna 4 jaar. In april 2015 ben ik gekomen. En waar kom jij vandaan? Ik ben Russisch. En ben je hier elke dag? Gelukkig maar zonder zaterdag en zondag. Maar soms wel. En als je dan zo hier bent, door de week en heel soms in het weekend, wat gaat er dan door je heen? Welk gevoel krijg je dan? Deadlines meestal voor mij. Maar ook ben ik blij om mijn collega's te zien. Met mijn collega's werk ik aan moeilijke projecten. Ik probeer dingen sneller, beter te doen, beter rekeningen. En interessante projecten vind ik boeiend. En ja, soms is het stressvol, maar dat kan gebeuren met bijna elke baan. En een omgeving of een gebied kan je soms karakteriseren in een aantal kernwoorden. Hoe zou je de Zuidas omschrijven? 3 jaar geleden, een beetje saai. Weekends was er bijna niks te doen. Er was bijna niks hier qua horeca, qua plekken om een borreltje te hebben, om iets te eten. Nu wordt het beter en beter. Dus saai zou ik niet nu zeggen. Nu zou ik zeggen energiek, business-driven, international, dynamisch en ontwikkeling. Dat vind ik interessant om te volgen. Misschien ook vriendelijk. De eerste tijd woonde ik in Nieuwe Amsterdam. Ik moest niks zoeken en dat was heel makkelijk voor mij. Het was de plek om te wonen, het was warm verwelkomd. Het is niet te groot, maar goed. En als je dan zo de mens op de Zuidas zou omschrijven, heb jij een poppetje uitgezocht? Ja. Hier is het. Ik was verrast toen ik hier ben gekomen. Zoveel Nederlanders, die is Nederlander zeker, dragen een blauwe pak met bruine schoenen. Ik heb geen poppetje met bruine schoenen gevonden, maar die is heel representatief. Wat maakt hem dan Nederland? Hij heeft witte haar, hij draagt een blauwe pak. Dat is een beetje langer dan ik. En hoe zou je de typische Zuidas omschrijven? Ik zou niet zeggen dat er één type van de Zuidas is. Ja. Maar de blauwe pakken zijn er heel vaak te zien. Hey, en de ziel van de Zuidas, daar gaat dit project ook over. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen dat die ziel in ons allemaal zit. In iedereen die hier woont of werkt. Nu heeft zo'n ziel iets te leren. In ons eigen leven duurt dat soms een hele leven lang voordat we doorhebben waarom we iets doen of waarom we iets hebben te doen. Wat denk jij dat de ziel van de Zuidas nog te leren heeft? Of wat hebben wij van de ziel te leren? Ik zou zeggen dat er veel mensen uit verschillende landen hier werken. En ik denk dat wij ervaringen kunnen uitwisselen met elkaar. Met mensen van helemaal andere culturen over dingen kunnen spreken. Ik zie bijna elke dag, als het weer goed is, een grote rij van mensen die bij deze kiosk met shawarma staan. Tegenover een circle, een Turkse mens verkoopt aan mensen die in de bank werken. Aan mensen die bij ons bedrijf werken, aan mij ook. Nu niet meer, want ik ben gestopt met vlees eten. Maar hij heeft falafel ongelooflijk goed. En ik vind het fascinerend dat mensen die duizenden kilometers apart geboren waren met elkaar in dezelfde plek komen om shawarma van een Turkse mens te kopen. Ja. Met helemaal verschillende ervaring, perspectief, onderwijs. En waarom vind je dat interessant? De beste, de meest snel ontwikkelende landen, zoals Nederland, ontwikkelen zo snel door deze omgeving van verschillende mensen, verschillende ervaringen en perspectieven. Heel belangrijk om de maatschappij verder te bewegen. En welke kwaliteit van leven wordt hier over het hoofd gezien op de Zuidas? Wat zou dat zijn voor jou? Soms vergeet ik rustig te blijven. Want door de snelheid van leven hier ben ik soms een beetje te snel om naar dingen te kijken. En misschien een beetje nadenken, is het van belang? Moet ik het doen of nee? En als dat te snel is, wat is daar het gevolg van dan? Het kan stressvol zijn, maar ook als het succesvol is, dan wordt het een beetje blijer, geïnspireerd, een gevoel van iets bereiken. En dan weekends is het beter om te slapen of om niks te doen als je weet dat je heel veel hebt gedaan. En op de Zuidas, wat snappen we hier goed? Wat kunnen we hier goed? Jullie kunnen begrijpen wat goedkoop is. Deze broodjes tegenover onze bedrijf ingaan. En ze kosten nu 1,90 euro. Toen ik ben gekomen was het 1,80 euro. En iedereen was buiten om broodjes te kopen. En ik was verrast. Mensen werken bij grote bedrijven. Ja. Maar dat is ook zuinig om een broodje voor 1,80 euro te kopen. Dus wat hebben we hier dan wel begrepen?
zuinig te zijn en rekenen. En als we dan zo het gesprek samenvatten over de ziel van de Zuidas, wat kunnen we daar dan over zeggen? Dat de Zuidas een plek is die heel interessant is, waar ontwikkeling ook vriendelijk en verwelkomend is. Dat geeft je de stimuli om jezelf te ontwikkelen. En de zon in deze ramen vind ik interessant. Bijna elk gebouw heeft zoveel glas. Het licht is heel mooi. En dan heb ik nog één vraag. Aan wie jij het stokje wil overgeven? Ik zou het stokje aan Ufuk doorgeven. Een van de meest belangrijke mensen hier op de Zuidas. Hij verkoopt de beste shawarma ter wereld. En veel mensen kopen hem. Hij ontmoet heel veel mensen. Ik ben benieuwd. Dan wil ik jou vragen om nog een kaartje te schrijven. Ja, dankjewel. Dank voor het kijken. Leuk als je de video deelt. Wil je ook meedoen? Of wil je dit supervette project sponsoren? Neem dan eens contact op. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten.